Deze week in het Omroep Eva Weekjournaal zijn we bij het Dierenpark Amersfoort in verband met de geboorte van de nieuwe welpjes. Wonen wij de commando-overdracht van het KPU bij? Zijn we aanwezig bij het vrijwilligersproject All Together Now? En vragen wij de bewoners van Leusden hoe zij de kansen van Nederland op het WK inschatten. We hebben er drie. Die zijn vorige week vrijdag geboren. Op de nacht van donderdag op vrijdag. De eerste die kwam rond 1 uur en de laatste rond 3 uur. En het gaat supergoed. Het gaat heel goed met de moeder. Angara heet zij. Zij is heel erg beschermend en ze let heel goed op alle drie. Dus ja, eigenlijk alleen maar goed nieuws. De welpjes en de moeder die zitten nu samen in een werphok. Dus dat is in een apart verblijf. Daar blijven zij nu met z'n vieren. En dan soms gaat moeder heel even naar buiten om te eten of heel even de poten te strekken. En dan kunnen dierverzorgers heel even kijken bij de welpjes. Maar voor de rest blijven zo min mogelijk, komen we daar zo min mogelijk, zodat ze alle rust hebben. Ja, we kwamen een aantal maanden geleden erachter van dat we door hadden dat ze wel niet meer in cyclus kwam. Dus ze werd niet meer even ongesteld, om het makkelijk zomaar te noemen. Dus toen begonnen al wel een beetje belletjes te rinkelen. Ook was ze steeds agressiever naar de dierverzorgers toe, dus steeds meer afstand. En ook begon ze wel een klein beetje uit te dijen. Dus in haar gedrag hadden we wel zoiets van, hey, er gebeurt iets. En de tijger die is ongeveer 3 maanden zwanger. Dus ja, we konden zo makkelijk verder tellen wanneer we dachten dat zou gebeuren. Toen een aantal weken voordat we dachten dat de bevalling zou komen, hebben moeder en vader apart gezet. Dus toen was Ilja, die was 's avonds buiten, dat is de man. En overdag was Angara buiten. En dan wisselden ze elkaar zo af. En toen hadden we de nacht daarvoor hadden we al zoiets van, volgens mij gaat het ons wel gebeuren, want ze is heel onrustig. We konden haar mooi zien op de welpcam die we hadden. Dus we konden zien dat ze onrustig was en niet meer bleef liggen. En toen hadden we wel zoiets van, nou, misschien gaat het wel morgen gebeuren. En nou, gelukkig, toen kwamen ze. De tijgers, dat is een bedreigd diersoort. Dus we zijn elke keer heel erg blij als er welpjes zijn, want dat betekent dat niet de tijgers uitsterven. Er wordt wel regelmatig jongen geboren, alleen we kunnen natuurlijk niet met overvloed welpjes krijgen, want dan kunnen we ze nergens meer kwijt. Maar het gebeurt wel eens, ja. Nee, zijn nog geen namen. We weten ook nog niet hun geslacht. Gisteren zijn we voor het eerst dierverzorgers bij ze geweest om ze te wegen. Maar toen waren ze nog eigenlijk een beetje te jong om te kunnen zien wat voor geslacht ze hebben. Dus volgende week gaan we ze als goed is seksen. Dus dan gaan we kijken wat voor geslacht de jongen zijn. Ja, en dan gaan we waarschijnlijk, dat is nu het laatste plan, om even te kijken of bezoekers en andere mensen leuke inspiratie hebben voor leuke namen. Dus ik denk dat er wel een namenwedstrijd aankomt. Ze blijven ongeveer 7 weken binnen met moeder. Dus na 7 weken dan gaan ze naar buiten. Dus ik verwacht zo eind juli, begin augustus dat ze voor het eerst naar buiten komen. Ja, dit is eigenlijk een standaard methode van Defensie. Binnen Defensie is het zo dat alle sleutelfuncties voor ongeveer 3 jaar vervuld worden. En na 3 jaar vindt er een functiewisseling, een job rotation plaats en komt er een nieuwe commandant. En dat heeft het grote voordeel dat een commandant bijvoorbeeld van ons bedrijf, wat uitermate belangrijk is, ook voor operationele doeleinden, want uiteindelijk militairen moeten daar hun werk doen, ook in gevaarlijke omstandigheden. Dat hij ook op een andere manier op een moment misschien ervaring krijgt als commandant van een operationele eenheid. Wisseling van de wacht is een belangrijk, zichtbaar, kwetsbaar moment. Wij verzorgen alle kleding en persoonsgebonden uitrusting voor de hele krijgsmacht op dit moment. En dat betekent dat we zorgen dat onze militairen, onze van alle kleuren, de landmacht, de luchtmacht, de marine en de marechaussee, van uitstekende materiaal voorzien wordt. Zodat ze hun functie op optimale manier en goed mogelijk beschermde wijze kunnen uitoefenen. Nou ja, dat is voor mij natuurlijk een klein beetje al wachten, maar ik verwacht het niet. Ook niet de toespraak gehoord hebbend die onze nieuwe commandant
kolonel Lokemans juist gehouden heeft, is het vooral enerzijds het voortzetten van het goed presteren, het goed zorgen dat de mensen spullen krijgen die ze nodig hebben. En tegelijkertijd ook het verruimen van ons werkveld zoveel mogelijk, toepassen de kennis en de kunde die we hebben binnen het bedrijf, ook voor andere overheidsgroepen die we met die kennis kunnen bedienen. En dat, dat was al een doelstelling van onze huidige commandant en dat is een lijn die ook voortgezet wordt door de nieuwe, verwacht ik. Daar ben ik eigenlijk wel bijna vrij zeker van. Royal Haskoning DAV wilde graag een teamdag met een maatschappelijke component. Ze wilden graag hun medewerkers de kans geven vrijwilligerswerk te doen. En die uitdaging zijn wij als Matchpoint aangegaan om al deze mensen heel zinvol vrijwillige inzet te laten doen in het Soester kwartier. Je kan ook gaan karten en steengrillen met je medewerkers, maar je kan ook iets doen voor de samenleving. Dan leer je je collega's op een hele andere manier kennen. En terwijl je tegelijkertijd ontzettend veel werk verzet voor allemaal vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven, goede doelen. Ja, toch plekken waar vaak wat minder budget is. Dus ja, die plekken zijn hartstikke blij met extra handjes en de kennis en kunde. Royal Haskoning DAV gaat ook bijvoorbeeld meedenken over een aantal dingen in de wijk vanuit hun expertise. Dus ik denk dat heel veel op gaat leveren vanmiddag. Nou, niet allemaal op te noemen, wordt echt een hele lange lijst. Volgens mij bijna 30 projecten. Ze gaan klussen in de circusschool. Ze gaan klussen bij basisschool De Magneet, basisschool De Kubus. Ze gaan hekken maken bij basisschool Het Anker. Ze gaan de vlindertuin gaan ze opknappen. Ze gaan meehelpen in de speeltuinvereniging op 3 verschillende plekken. Ja, allemaal dat soort zaken. Nou, die 60 mensen zitten niet specifiek in de rijtuigenloods. Maar ze gaan aan de slag op de groene, op de wagenwerkplaats. En dat is een heel stuk groen hier van de NS midden in Amersfoort, grenzend aan het Soester kwartier. En daar gaan ze ook allemaal klussen doen. De circusschool zit op dat terrein, de natuurtuin zit op dat terrein. Ze gaan bijenkasten maken, ze gaan hangplek voor jongeren opknappen. Dat had een lek dak, dus komen de jongeren niet meer. Gaan ze ook helemaal mooi maken. Dus, nou, wij hopen dat het een heel mooi voorbeeld is voor andere bedrijven om ook te beseffen van hey, dat zouden wij ook kunnen doen met ons team. Matchpoint zegt altijd, als we elk bedrijf in Amersfoort, in het land, 1 keer per jaar zo'n activiteit zou oppakken, dan maak je echt een verschil voor de samenleving. En Matchpoint bemiddelt daar graag in. Gaat Nederland dit jaar het WK winnen? Ja, ik hoop het wel. Het is wel te hopen, ja. Geen idee, ik denk het niet. Halve finale. Nou, ik denk best wel ver. Ik denk wel dat ze een goede kans maken dit jaar. Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar ik gok zo'n beetje eerst of tweede. We hopen zeker de finale. Alleen, Engeland is al uitgeschakeld. En vele sterke teams zijn uitgeschakeld. Dus er is kans, hopelijk, dat ze de finale halen. Ik denk dat ze tot de kwartfinales komen. Ik zeg, ja, Nederland wil gewoon de World Cup. Ja. Ja, denk je dat een moeilijke tegenstander voor Nederland wordt? Brazilië. Dat denk ik dat wordt. En dat Brazilië met de beker vandoor gaat. Ah, de finale halen ze wel. Tegen Brazilië. Brazilië wel. En waarom denk je Brazilië? Omdat vorig jaar hadden ze ook net op het laatste moment gewonnen. Ik zelf denk voornamelijk Brazilië. Dat Brazilië ook wel ver kan trappen. Argentinië. En waarom Argentinië? Hun hebben Messi en Higuain en Romero.